Dit zijn Justin Lomwijk en Sam Aerts, de aanvoerders van respectievelijk PSV C1 en AZ C1. Voor aanvang van hun oefenwedstrijd op de Hertgang. De C1 van PSV, gecoacht door Edwin de Wijs, staat momenteel op een tweede plek in de competitie. AZ staat derde, maar speelt in een andere regio. En dus is het interessant om te kijken hoe het krachtsverschil is tussen beide ploegen. En PSV begint ontzettend goed aan de wedstrijd. 5 minuten gevoetbald en de goal is van Fernandes. Leandro Fernandes, de nummer 11 van PSV C1. Neemt de bal goed aan. En met rechts de bal onder het lichaam van doelman Bilal Bayazid van de C1 van AZ doorgeschoten. En PSV blijft het initiatief houden in die eerste helft. Dit is een voorzet van Wallenberg. En het mooie schot is hier van Gaëtan Bogier. Maar dat zeilt net over de kruising. Lekker weer op de Hertgang. Geen straf om dit potje te kijken. Het veld is dan niet al te best. Maar ja, beide ploegen maken er wel een leuke wedstrijd van. Hier de eerste grote kans voor AZ en die is voor Kik de Goede. Mooie voetbalnaam, het schot gaat net naast. Maar het spel blijft op en neer golven. De hoekschop, de inzet en dan de afvallende bal van Robin Schoonbrood. En die schiet die bal met buitenkant rechts geweldig in de kruising. De naam Robin Schoonbrood. En kijk eens hoe hij die bal richting de bovenhoek dirigeert. Prachtig. En 2-0 voor PSV C1. De bezoekers weer. Dit is linksback Jasper ter Heide. Ook hij heeft een lekker schot in huis. En wat te denken van die redding van Pepijn Vonk. En zo is het een heel aantrekkelijke eerste helft. Na rust. De uittrap van Vonk. In de voeten van Butter. Het schot van Butter wordt gekeerd door Vonk. De Goede is daar nog. Had wat meer uit deze mogelijkheid mogen halen. Maar dat weet hij zelf ook wel. Kik de Goede. Obispo. Hij aanvoerder sinds Lomwijk het veld heeft verlaten. Maar Obispo gaat hier in de fout. Levert in bij aanvoerder Aerts. Kunst is dit. Balletje terug op Aerts. Het is heel makkelijk, maar het staat wel 2-1. AZ verdient het doelpunt. Kunst maakt haast. Hij met de goede assist. De treffer van Aerts en het staat 2-1. En AZ gelooft er weer in. Want hier gaan de Alkmaarders opnieuw in de aanval. Ter Heide, de man van dat mooie schot in de eerste helft. De overtreding wordt er gemaakt door Wallenburg. Vrije trap gegeven. En dan is het alle hens aan dek. Tweemans muurtje. Daar komt de vrije trap. Prachtig hakballetje daar zeg. En wat een goal. Niels Butter, de nummer 6 van AZ met de treffer. De gelijkmaker vlak voor tijd. En zo eindigt het oefenduel, het leuke oefenduel tussen PSV C1 en AZ in 2-2.